Nou, welkom bij weer een nieuwe Love Hashtag Koi die live lang geleden. Steen is aan het graven. Of niet? Hé? Hey? Ja, natuurlijk. Mooi werk, of niet? Nee, graafwerkzaamheden, deze erin maken. Door de wand naar de bezinkput wie die komt. Pikken we op. Omdat het helemaal uit zand is, is het een beetje tricky, dit. Maar... hij gaat hem daaruit proberen op te pikken. Folie komt erin. Er zit alleen een klein beetje mee met de wortels wat er allemaal uitsteken. Dus daar ook. Met folie. Ik zal Toon straks even bellen. Dus, maar goed. Leiding daarachter zijn we bezig voor het riool. Afwatering. Eén bodem erin, skimmer komt erin, retour van het water zou daar komen ergens met de overloop. En dat wordt straks waterval. En, maar goed, het is nou nog een bouwprojectje. Maar ook dat komt allemaal goed. Ja? Kun je schep er nog eens doorheen steken? Kijk, daar is die wel. Nou, dan komt er in de bocht, in de muur, komt de bocht omhoog. Hier omhoog en hier komt dan de bezinkput. Dus dan komt daar de drain uit. Nou, het zit er inmiddels in. Bodem erin zit erin. Skimmer zit erin. Retour zit erin. Ja, er zit nog veel hoogteverschil in de tuin. En, maar goed. Dit is het eerste deel van de bezinkput. Dan moet je nog een beetje op maat steken. En dan... we zijn nu bezig met riool. Op te zoeken van onderuit. Uit huis. Dus ja, deze kist achter mij, dat moet een waterval worden. Maar goed. Het grootste probleem is nu de ondergrond voor het folie. Dus maar goed. Dit zit er zover in. En ben je blij dat het erin zit? Ja toch? Welkom bij Hashtag Koi die live. Onder de vloer. Afvoertje van de vijver. Die moet erin. Dus dat gaan we nu doen. Geweldig toch.